Yo, Bike Bros! Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. We rijden momenteel in Apeldoorn. En ik zeg we, want er zit iemand achterop. Dus we zijn net even bij Topmotor Apeldoorn geweest. Een motorzaak om even naar een motor te kijken. Een R7. Niet voor mij, maar voor iemand anders. De andere Bike Bro is nog in de winkel. Die zijn samen nog even aan het kijken of dat hem gaat worden. En ja, dat is het een beetje. Wij zitten gebonden aan het tijdslimiet. Wij moeten terug om onze dochters op te halen. Die zijn momenteel bij mijn vader. Dus die is even aan het oppassen. En die wil vanmiddag zelf ook nog wat doen. Wat ik wel kan begrijpen. Hé, hey, ik kan je wel zien in de spiegel. Ik had samen met mijn broertje donderdagochtend hadden we nog een duo video opgenomen. Twee zelfs. En toen gingen we ook helemaal stuk, want we waren dus een geocache aan het zoeken. En toen halverwege de tweede video kregen we opeens een berichtje van YouTube dat, dat iemand ons gespot had. En volgens mij, uit mijn hoofd, was dat Gerben. Zeg ik dat goed? Ja, volgens mij was het Gerben. Weet ik niet zeker. Maar Gerben, als je kijkt, deze is nog voor jou. Je stond in de video, maar helaas konden we die video niet gebruiken. De audio van mijn broertje, die was... Die klonk helemaal nergens naar. Je hoorde zijn stem bijna niet. En de wind hoorde je constant tussendoor. Dus kunnen die audio helaas... die video kunnen we gewoon helaas niet gebruiken. Dus Gerben, sorry man. Je staat helaas niet... Je staat er wel op, maar we gaan die video niet online gooien. Dus... Maar je zou wel in de buurt wonen, richting Wil, denk ik. Dus wellicht komen we je nog een keertje tegen. En dan... Dan ben je de eerste man die erin komt. Ja, lekker motor. Zo, dat is ook dat is een snelle motor, jongen. Zo. Je volger die trekt hem weg, jongen. Ja, bij een backpackje moet je gewoon een beetje tranquilo doen, toch? Kan je niet gaan lopen scheuren. Zo, kijk om een backpackje dit fijn vindt op de snelweg. Een beetje rustig aanrijden. Anders heeft ze ook het gevoel dat ze eraf vliegt natuurlijk. Dat is ook weer niet de bedoeling. Maar ja, dames en heren, 150 abonnees. Gepasseerd inmiddels. We zitten volgens mij op 151, 152. Dus super bedankt voor alle support, jongens. We zijn daar super blij mee. Dus alle abonnees, bedankt voor het kijken. Blijf vooral doorgaan met supporten. En er zitten echt leuke video's aan te komen. We hebben echt leuke ideeën nog om video's van te maken. Dus wil je ons op de voet volgen, vergeet dan sowieso niet even te abonneren. En join hier bij de Bike Bros. Ik vergeet even dat de video die we donderdag hadden opgenomen niet online komt. We hebben daar nog vermeld dat we volgend motorseizoen... wel van plan zijn om ride-outs te gaan organiseren, of in ieder geval meetings te organiseren, een beetje in die trant, zeg maar. Dat er enkele van jullie die zagen dat we zitten, die vonden het leuk om een keer met ons te rijden. En ja, dat staat zeker ook nog op de planning. Dus willen jullie meegaan volgend seizoen, motorseizoen? Dan willen we dat van tevoren, een maandje of anderhalf, twee van tevoren, wel even gaan organiseren en gaan plannen. Dus laat vooral even weten in de comments of jullie er dan bij zijn. Volgens mij reed ik iets hard. Ik kreeg een paar klapjes in mijn buik. Gewoon goed vasthouden, jongen.
ga ik even een beetje file rijden. File rijden met een backpackje. Hè? Vrouwtje wil volgens mij binnen door, vindt ze daar niet meer leuk. Ah, oh, dat is leuk, file rijden. Nee, ga je. Hou je op. Ik weet niet wat die gek allemaal bedoelt, joh. Dikke Porsche. Ja. Gaan we nog een kwartier omrijden? Ja, sorry. We waren al meer dan halverwege. Ja, maar die wind, het komt echt niet leuk. Het is een beetje achter zo'n vak. Wat is het, kerel? Een soort vrachtwagen aan te rijden, jongen. Kill, dikke wietlucht hier, hé. Oh, ik had die vierdelijk van taal, jongen. Boah. Topmotor Apeldoorn. Echt leuke zaken hebben ze daar, man. Voor mensen die nog willen kijken naar een motor. Dan zeker de moeite om daar even een keer een kijkje te nemen. Super klantvriendelijk, super fijn sfeertje.
helemaal geen druk of zo. Ik kan er ook gewoon langs voor een bakkie. Dus als er iemand kijkt van topmotafel, dan ik zit hier gewoon gazig reclame te maken voor jullie, hè? Besef even. Alle mensen die hier rondlopen, die hebben er verstand van, die weten waar ze het over hebben, dat is ook altijd fijn. Ze hebben een werkplaatsje, dus ik heb de 1000 kilometer beurt heb ik daar ook gedaan. En de rest van het onderhoud blijft er ook gewoon doen, ga ik daar gewoon terug naartoe. Voor de mensen die willen weten waar het is, ik bedoel, ik heb geen gekke deals gesloten of iets. Het is geen dat ik reclame probeer te maken voor hun, maar als je interesse hebt om daar een keer langs te gaan en benieuwd bent, laat het even weten in de comments. Dan zou ik er even voor zorgen dat ik even doorstuur waar die winkel precies is. Kun je daar een keer een kijkje gaan nemen. Ik kan hier nog even rechtdoor. En dan zijn we er bijna. Of bijna. Klein kwartiertje. Ga je doen, Jochie? Ik heb het al pisgas in. Kom af, Keesje. De laatste video's die jullie hebben gezien, had ik een kilometer tellen afgeplakt, omdat ja, overal iets harder rijdt, zeg maar. Dus als je dat moet allemaal gaan zitten aanpassen met het editen, dan ben je al een paar dagen zoet mee. Dus ik denk, plak gewoon een sticker op, net zo makkelijk. Ja, nou lijkt het natuurlijk wel alsof ik overal als een van de achterlijke rij, maar dat is helemaal niet, dat is helemaal niet waar, wou ik zeggen. Er zijn een paar kleine dingetjes. Wij dachten eerst wel helemaal online gooien. Of ga je daar gezeik mee krijgen, weet je wel? Omdat je af en toe een keer weet veel rechts in de auto zonder knippen liggen, dat soort fratsen en zo. Maar die kleine dingetjes. Maar ja, ik weet ook niet of. Kijk, de jeugd vindt dat soort video's wel leuk. Dat je een beetje hard rijdt en zo. Dat snap ik allemaal wel. Maar ja, dat zijn wel video's die zijn natuurlijk niet voor mijn ouders bedoeld. Die moeten die gewoon even skippen. Die hebben het liefst dat ik overal 30 rijd natuurlijk. Maar ja, ik ben dus wel benieuwd wat jullie van zulke video's vinden. Kijk, zulke video's zijn natuurlijk wel een stuk makkelijker om te maken. Omdat je geen onderwerp of je hoeft niet echt iets te hebben om over te praten, zeg maar. Je kan gewoon dat ding opstappen. Je kan hem haast bij wijze van spreken aanzetten, opnemen en dan gewoon zonder iets te doen. Ja, een kleine introotje en outrootje eraan en dan gewoon online gooien. Maar ja, als jullie dat soort video's wel leuk vinden om te kijken, dan moet je dat even laten weten. Want dat is voor ons makkelijke content. En als jullie dat leuk vinden om te zien, kunnen we dat gewoon makkelijk meer van uploaden. Of meer van uploaden, ja, meer voor dat soort content gewoon online gooien. Dus laat dat even weten in de comments, wat jullie daarvan vinden. Nou, dames en heren, jongens en meisjes, wederom weer bedankt voor het kijken. Ik zou zeggen, vind je de video's leuk? Vergeet niet even dat duimpje omhoog te knallen en abonneer op ons kanaal om ons op de voet te volgen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Ciao!